Hoi, welkom bij Achmea. Ik sta hier in een bedrijfsrestaurant op een van onze locaties in Apeldoorn. Een plek waar iedere dag veel gegeten en gedronken wordt. Maar voor sommige collega's ligt dat net even anders. Want vanaf 6 mei is namelijk de Ramadan begonnen. Een heel bijzondere maand voor ruim 1,5 miljard moslims wereldwijd. Wij hebben de meest gestelde vragen verzameld en die stel ik aan 3 collega's die aan het vasten zijn. Hey Siham. Hoi. Hey. De Ramadan betekent voor heel veel moslims de mooiste maand van het jaar. Wat betekent de Ramadan voor jou? De Ramadan is echt een enorm bijzondere maand voor mij. Het is echt even teruggaan naar de essentie. Reflecteren over wie ik ben, wie ik wil zijn. Maar ook even kijken of mijn prioriteiten nog in balans zijn. En in die zin ook echt even werken aan mijn religie en de band die ik met God heb. En je probeert daar dan gedurende de maand dan ook echt verbetering in aan te brengen. Dus voor mij persoonlijk betekent dat heel veel werken aan mijn religieuze ontwikkeling en bezinning. En na zo'n maand kom je er dan ook echt veel sterker uit. Mooi om te zien dat je hier zo open over bent. Bespreek je het ook met collega's? Ja, ik ben er eigenlijk heel open over met collega's. Het is gewoon een heel belangrijk onderdeel van mijn identiteit. Dus ik vind het ook gewoon heel leuk om daarover in gesprek te gaan. En ik zelf stuur gewoon aan het begin van de maand van de Ramadan zeg maar al een mailtje naar al mijn collega's waarmee ik samenwerk om gewoon te vertellen wat het voor mij betekent en wat het ook praktisch inhoudt. Hè. Ik kan even niet mee met lunchafspraken en ik hou even geen koffie en thee. En dat is super fijn om dat zo te kunnen communiceren. Niemand, jij bent schadeadviseur en je hebt veel klantcontact. Kun je aangeven hoe de Ramadan jouw werk beïnvloedt? De Ramadan beïnvloedt mijn werk eigenlijk in positieve zin. Dit is een maand waarbij we werken aan onszelf, discipline, zelfbeheersing en dergelijke. Dus ik merk dat met klantcontact het gewoon een positief effect heeft. Ik ben wat meer gefocust. Dus het beïnvloedt mijn werk in positieve zin. Daarnaast wordt er ook echt meegedacht. Ik begin wat later en ik ga ook wat later naar huis. Dus ik kan ook gewoon goed slapen. Dus dan kan ik mijn energie ook daaruit halen in plaats van uit het eten eigenlijk. Hey Hussein. Hussein, welke vragen worden het meeste jou gesteld over de Ramadan? Vooral de meest grappige en meest voorkomende is, mag je ook geen slokje water? Of mag je ook bijvoorbeeld geen thee drinken? Nee, ik mag helemaal niks drinken of helemaal niks eten. Want dat is de bedoeling om daaruit onze training om te weten van oké, hoe zit het om bezig te zijn met anders dan alleen maar eten en drinken. Want dat zijn de dagelijkse dingen die wij normaal gesproken ook doen. Voor mijzelf de meest grappige wat ik voorbij ben gekomen laatst is, mag je ook niet eten als je alleen bent. De camera is nu op ons gericht, dus je bent eigenlijk nooit alleen. Voor onszelf als moslims geldt altijd dat wij altijd in de gaten worden gehouden. In die zin positief voor mij dan door God. Dus het vasten doe je niet alleen voor andere mensen, maar doe je ook voor jezelf. Maar veel belangrijker doe je ook voor God. En dat is voor mij ook het meest belangrijke. Maar ik vraag me eigenlijk af, welke vragen kom jij vaak tegen dan? De vraag die ik het meest krijg is, vind je het erg als ik naast jou eet of drink? Klopt, dat maak ik ook heel vaak mee. Voor mij maakt het helemaal niet uit. Of collega's eten en drinken. Maar ik vind het wel heel attent. Ze zijn heel lief. Maar voor mijn collega's die dit nu zien, ga alsjeblieft gewoon door met eten. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze video. Ik heb 3 ontzettend leuke collega's gesproken over hun ervaringen met de Ramadan. Ik hoop dat we jullie wat hebben kunnen bijbrengen over hoe het is om te vasten binnen Achmea. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.